Hierachter hebben we een plek gecreëerd die ontzettend belangrijk is in de tuin. Het klinkt een beetje gek, maar je moet wel je kliko's kwijt. Dat kan hier dus goed, maar je wil ze niet in het zicht hebben. Vandaar dat ik iets groens ervoor wilde zetten. En dat heb ik gedaan door een levende groene schutting te plaatsen. Dit zijn van die hedra-rekken. Die worden gekweekt, die zitten ook in van die speciale bakken. En die kan je het hele jaar door rond kan je die gaan planten. Ik ook, het is begin februari en we hebben ze erin gezet. Kijk, op deze manier ben je je kliko's kwijt, maar kijk je er niet tegenaan en kijk je tegen het mooie groen aan.